Nou, je hebt gewoon verschillende smaakjes en uh, kleurtjes en zo. En je kan er trucjes mee doen, daarom is het ook heel aantrekkelijk. Hoe ik het het kan omschrijven is gewoon lucht met smaak. Net als dat je bijvoorbeeld limonade drinkt, dan, dan adem je het in. En dat is het enige wat er echt lekker is aan vepen. Sam begon op 15-jarige leeftijd met gewone sigaretten, maar ging al snel vapen. Zijn vader betrapte hem meerdere keren. Ja, een keer wel voor zijn kop slaan. Dan denk je, waar ben je mee bezig? Maar ja... Maar kinderen is de verbinding nog niet. Hè? De realiteit komt pas later en uh, daar speelt iedereen op in. Hè? Dus met kindsoldaten maken en uh, met deze industrie en uh, hosselen voor uh, dingetjes aan de deur te hangen, weet je, dus, dus ze spelen er helemaal op in. Er is zoveel techniek tegenwoordig om, om te kijken wat ze kunnen doen met die kinderen en dat misbruiken ze ook. En, uh, ja. Wees echt niet naïef, want het is echt aan de hand. Noor Rikkers is longarts en kent de gevolgen van vepen maar al te goed. Vepen moet zo snel mogelijk verboden worden, vindt ze, want steeds meer kinderen vallen eraan ten prooi. Wat heel zorgelijk is, is dat het al in groep 8 begint. Dus er zijn echt al groep 8'ers die vepen. Nou, dan heb je een nog jonger brein. En hoe jonger het brein, hoe meer schade nicotine toebrengt aan het brein. Maar liefst 1 op de 5 jongeren heeft in het afgelopen jaar wel eens een veep gebruikt. Daar zit veel meer giftige en verslavende nicotine in dan in sigaretten. Dat vepen beter zou zijn dan roken is dan ook een fabeltje. Bovendien vergroot vepen bij jongeren de kans op psychische problemen. Wat je dan ziet is dat als je dat even een tijdje niet doet, dan zakt je nicotinespiegel en dan ontstaan er gevoelens van angst, van onrust, van niet lekker in je vel. En wat je dan doet is weer opnieuw een trekje nemen. En dan voel je je beter, want die nicotinespiegel gaat daarmee omhoog. En dan denk je van, oh zie je wel, van nicotine word ik heel rustig, heel goed tegen de stress. Maar je bent juist veel gestresster als je zo veel nicotine gebruikt. Toen ik veepte, toen was ik ja, een beetje in een staat dat ik ook dingen minder goed kon herinneren. En ik kon me ook minder goed concentreren bijvoorbeeld. Toen ik toen de tijd gitaar speelde, had ik heel veel moeite met concentreren en vergat ik meestal de stukken die ik moest spelen. Inmiddels ze Sam niet meer en dat heeft een positief effect op zijn gezondheid. Want hij speelt gitaar weet je en uh, ik zie ook dat, dat hij gewoon beter uh, met dat ding om kan gaan. Zijn vingermotoriek wordt weer beter en hij was ook niet meer zo neerslachtig. Maar dat gebeurt gewoon. En de verschrikkelijke moed swings krijgen ze van die rotzooi.